Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag ben ik niet in de studio, maar ik ben op bezoek. Ik ben op bezoek bij de directeur van Staatsolie, dat is de heer Anantje Gisser. En met hem gaan we praten natuurlijk over Staatsolie. Over de actuele zaken die nu gaande zijn. Maar vooral ook over de Oil and Gas Summit die aan het eind van deze maand gehouden zal worden. Meneer Gisser, welkom in Gesprek Met. Dank u wel dat ik in uw programma mag zijn. Oh, altijd een ja. Pleasure. Ja. De actuele zaken, de spuikleppen. Ja. Is alles nu een beetje in rustiger vaarwater? Want er was heel veel kritiek op Staatsolie op dat stuk. Ja, dus het eerste wat we altijd zeggen is dat we de nood die de mensen meemaken niet bagatelliseren. Dus we helpen. We hebben recent ook de pers daar gehad om te laten zien wat we allemaal doen. Toiletten bouwen, watertanks plaatsen voor schoon drinkwater en nog vele andere zaken. We financieren ook voedselpakketten via NCCR. Dus dat is erg belangrijk voor ons, dat we de noden helpen ledigen. Over de schuldvraag, ja, iedereen heeft zijn opinie. Er zijn vele deskundigen opgestaan die we niet kenden. We hebben nu inderdaad, ik las vanmorgen in Star News dat Energieautoriteit Suriname de opdracht heeft gegeven aan een onafhankelijk bureau om eigenlijk na te gaan of we de regels hebben gevolgd en best practices. Wij zijn daar voorstander van, zodat een onafhankelijke uitspraak kan komen ten aanzien van onze management van het meer. Ja. Verder zou ik er niet veel meer over willen zeggen. Er is in 1990 ook zoveel gespuit. Ja. Dat hebben we hard op papier gezien. Dus het is niet meer dan toen. En we proberen de situatie goed te handelen. Suralco was een buitenlandse maatschappij. Een dochter van een buitenlandse maatschappij. Wij zijn een Surinaamse maatschappij. En ik doe een beroep op onze mede-Suranamangs. Laten we met een koel hoofd dit oplossen. Zodanig dat we in de toekomst hier verder lering uittrekken en de juiste maatregelen nemen die voorkomen dat we weer zoveel problemen ermee krijgen. Al die verhalen van Staatsolie heeft opzettelijk het water laten opsparen in het meer om meer energie op te wekken. Dat zijn verhalen of is er een kern van waarheid in? Nee, absoluut niet. Er is een procedure in principe dat die zegt in de droge tijd moet je ervoor zorgen dat je je meer leeg trekt. Mm-hmm. Toch? En eigenlijk aan het einde van de droge tijd moet je op een heel laag niveau zijn, of een relatief laag niveau, zodat je in de regentijd weer bufferruimte hebt om water op te sparen. En in de regentijd, aan het einde van de regentijd, wil je zo hoog mogelijk eindigen, zodat je in de droge tijd water kan trekken uit het meer. Zo gezegd, zo gedaan. We waren midden in de droge tijd. Eind februari, het bleef heel hard regenen. Het meer stond toen op 261 voet. En dus behoorlijke buffercapaciteit. Maar we merkten toen al dat het bleef regenen. En toen hebben we besloten om op safe spill te gaan. En safe spill betekent zoveel spillen dat het niet over de randen van de rivier komt. In de rivierbeddingen. Maar begin april, na een recordmaand in maart, waarbij ik u mag zeggen dat in 110 jaren gemeten in Suriname er nog nooit zoveel regen is gevallen als in maart. En maart is een droge maand. Dus maart 2022 was natter dan de natste maand ooit in de geschiedenis van Suriname. Toen hebben we wat meer moeten spelen en dat zijn we nog steeds aan het doen. Maar het is de procedure volgen. Er is duidelijk klimaatsverandering in het spel. En daar moeten we kijken hoe we met z'n allen mee omgaan. Zoning is natuurlijk het beste als de mensen niet in de rivierbedden bouwen. Maar het is makkelijk gezegd. Ja. En eerlijk gezegd, ik begreep de mensen wel als ze een huis daar hebben gebouwd. Dat ze wel willen dat het op een richtige manier met hun verder wordt afgesproken. Ik begrijp dat de mensen niet willen verhuizen, niet uit het dorp,
maar misschien op een hoger gelegen gebied, is een oplossing die we met elkaar kunnen bespreken. En dat moeten we doen. Ten aanzien van de dam misschien nog als laatste. Eerste is de integriteit van de dam, toch? Dat de dammen niet doorbreken, dat is belangrijk voor Staatsolie. We hebben veel presentaties gedaan waar we hebben laten zien dat we alle metingen uitvoeren en dat de integriteit niet ter discussie is in principe. Tweede is dat we dat vele water ook zelf, het personeel natuurlijk, moet zorgen ervoor dat ze dat water op een veilige manier uit de dam krijgen, uit het reservoir. En natuurlijk, omdat we zoveel water hebben, wekken we enorm veel energie op Afobakka. En ook dat zet wat stress op het personeel, dus dat moeten we op een goede manier. Dus we moeten de plant op een goede manier runnen. En het derde is dat we inderdaad moeten letten dat we de noden van de mensen toch heel erg goed adresseren. Belangrijk. Ja. En we zien dat inderdaad Staatsolie inkomt. En... Oké. Dan gaan we naar de staatsolieobligaties. Hoe loopt het daarmee? U heeft onlangs halfjaarlijkse rente uitbetaald. Ja. Het loopt. Ja. We hebben netjes uitbetaald. Iedereen is blij dus. Mm-hmm. Ja, dus als je nu een belegging in buitenlandse valuta hebt in Suriname, verdien je niet 7,75% zoals onze obligatie dat uitbetaalt. Dus het is een product dat in trek is. En dan mag ik misschien direct een voorschot nemen. We gaan natuurlijk in de offshore investeren. En we zijn van plan nog meer obligaties uit te geven om ook dat te kunnen financieren. En aangezien we vaak praten over diaspora, willen we natuurlijk wel de route volgen van de lokale mensen met voorkeur. En dan als er nog een behoefte is, dat we ook in de diaspora kijken. En daarna als derde gewoon wereldwijd kijken. Ja. Maar want als... U zegt het is in trek, dat wil zeggen men heeft ook heel veel vertrouwen in Staatsolie. Hè? Want dat, die twee gaan samen, toch? Ja, dus dat is een hele goede opmerking. Het bedrijf draait goed. We hebben onze jaarrekening over 2021 uitgegeven, belangrijk. En zeker voor een staatsbedrijf. We zijn een van de eerste die altijd netjes zijn met onze jaarrekening. Want daar leg je verantwoording af over wat je met het geld hebt gedaan, dat je is toevertrouwd en of je de productieresultaten hebt gehaald zoals je had beloofd aan de investeerders. Heel belangrijk rapport. En ik denk dat dat vertrouwen dus van daaruit komt. We hebben laten zien in 2021, ondanks alle uitdagingen, COVID, supply chain issues in de wereld, waar er moeilijker materiaal te krijgen is. Het heeft hard geregend ook in onze productievelden. Vele delen staan ook in 2021 onder water. En dat hebben we allemaal goed geadresseerd en goede resultaten neergezet. Dus we begrijpen het vertrouwen en we zullen er verder aan werken om het vertrouwen ook te houden. U zegt de jaarrekening is gepresenteerd en Staatsolie heeft een goed jaar gehad. Het jaar 2021 is goed afgesloten. Met een hele goede winst. 213 miljoen US dollar. Dat is inderdaad een hele goeie. De olieprijs was ook iets hoger in 2021 na COVID. Na de COVID-periode merkte men dat er eigenlijk te weinig olie in de wereld was. En de prijzen zijn toen omhoog geschoten. Dus daar hebben we ook van geprofiteerd. De overheid ook. Ik mag u zeggen dat we nu per maand toch een goede... Ja, eigenlijk moet ik het in SRD zeggen. 250 miljoen. SRD per maand overdragen aan de staat. Dat is echt niet weinig. Per maand, hè? Dus niet per jaar. Per maand, ja. Heel mooi. Moet de minister van Financiën vragen hoe het wordt ingezet. Maar die oorlog in Oekraïne heeft ook zijn effect? Die oorlog heeft ook zijn effect, omdat er dus allerlei sancties zijn getroffen tegen Rusland. Die slaan terug op de olieprijs, omdat dan moeilijker Russische olie verhandeld kan worden. Dus dat is positief voor de prijs. Natuurlijk voor ons als Surinamer, we willen liever geen oorlog hoor. Ja. Ik zou genoegen nemen met een lagere olieprijs en dat we dan geen oorlog hadden. Precies. Ja. Oké, maar Staatsolie manage dat wel? Het heeft niet echt een direct effect? Nee, het heeft een tijdelijk effect waar de prijs nog hoger wordt. Mm-hmm.
Maar wat men noemt, er is een structureel probleem in de oliemarkt. En dat is omdat vele bedrijven niet meer willen investeren in olie en gas. Omdat de renewable beweging zo opkomt. En zeggen, we moeten uit solar en uit hydrogen en uit wind, moeten we met name. Is er een structureel tekort ontstaan aan olie en gas. En dus dat zal heel lang duren voordat weer gecorrigeerd is. Dus we zitten in de goede business. Ook wij kijken naar hernieuwbare bronnen. Maar olie en gas gaan we natuurlijk ook vlot ontwikkelen, omdat we nu veel olie hebben ontdekt in de offshore. Yes. Ja. En Total Energies heeft ook nieuwe ontdekkingen gedaan? Ja, we hebben in totaal 6 ontdekkingen in de offshore, waarvan 5 van Total en Apache samen. Ja. Yes. En want we praten nu al lang over de vondsten die we hier hebben. En men kijkt uit. Ja. Het is 2025, nou moet het zover zijn. Ja. Het verkiezingsjaar. Ja. Nou, dus olie is, het duurt lang. Mm. Ik denk, veel mensen realiseren zich niet dat het is in 1 kilometer diep water. En dan moet je nog, en dan moet je nog 5 kilometer de aarde in, vanaf de zeebodem. Dus u begrijpt, het is een kleine fout daar is problematisch. Dus het duurt een beetje langer. Het equipment is ook veel groter en robuuster. Dus het streven was 2025 om inderdaad aan het einde zover te zijn. Maar we zullen zien wat we halen. Wat we nu in ieder geval hebben vastgesteld is dat we voldoende reserves hebben in de offshore om een eerste ontwikkeling te maken. Belangrijk besluit. En eind van het jaar gaat men wat men noemt waarschijnlijk declaratie of commerciality. Dus dat men zegt er zijn voldoende commerciële hoeveelheden reserves. En die kunnen dan aangewend worden? Of? Ja? Oké. Okay. En in het kader daarvan wordt er nu een oil and gas summit gehouden aan het eind van deze maand. Ja, lopen de voorbereidingen? Onze Oil and Gas Conference is gewoon een jaarlijks event geworden nu. Ja, 2021 was er ook een. Hm? Maar inderdaad, laten we zeggen, de aantrekkingskracht van de conferentie geeft aan hoe de buitenwereld denkt over de realiteit van de oil- en gassector. En ik mag u zeggen, dus onze conferentie heeft 400 plekken, fysieke plekken. Die zijn allemaal uitverkocht. Er staan nog 50 mensen op de wachtlijst. Die willen graag komen. Die vragen ook als iemand uitvalt. Zet me in. We hebben ook online deelnemers. Dat aantal heb ik niet zo uit het hoofd bij me. Maar wat een grote conferentie. En die enorme belangstelling van 400 mensen betekent dat de ballroom gewoon vol zit. Geeft aan dat het hele serieuze wending neemt. Ja. Maar voor de doorsneeburger die hoort een oil and gas summit, die vraagt zich wat houdt het in? Ja. Wat voor belang heeft Suriname erbij? Ja. Nou, dus eigenlijk wil je aanprijzen wat je hebt op zo'n summit. En dat is exactly wat we gaan doen. We hebben nog open acreage. Dat is open gebieden waar er nog niet naar olie wordt gezocht. Die gaan we aanprijzen, zodat er ook daar wordt gezocht en er nog meer kans bestaat op het vinden van olie. We hebben de hele shallow shore. U weet, vorig jaar hebben we blokken uitgegeven aan Chevron. Ja. En ook een ondertekeningsbonus verdiend daarmee. Aan Total, daar zijn we nog mee aan het praten. Voor het effectueren van de uitgifte. En in de shallow shore is er nog ook open acreage. In het midden en in het oosten. En dat gaan we ook aanprijzen. Wat ondieper water. Ja. Ja. Mm-hmm. En waarom is dat interessant? Omdat hoe dieper het water, hoe duurder. Absoluut. Dus shallow, als je grote hoeveelheden daar vindt, kan je dat ook beter en makkelijker en goedkoper ontwikkelen. Mm. Dus dat is een groot gedeelte van de conferentie waar we onze blokken gaan aanprijzen. En de capabilities van Staatsolie, dat we een goede partner zijn die altijd professioneel is. Tweede wat we gaan aanprijzen is local content. We willen graag dat de local content van de grond komt. En dat de Surinaamse bedrijven kunnen partneren met specialistische buitenlandse bedrijven. Maar voor ons mogen ook buitenlandse bedrijven zich hier komen vestigen, zolang ze maar veel Surinamers in dienst nemen. Oké.
en met name ook in management dat gaan doen. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdthema's die we gaan behandelen op de conferentie. En ik neem aan vanuit zo'n conferentie ontstaan er netwerken, partnerschappen, ook voor staatsholen en Surinaamse, andere Surinaamse bedrijven en bedrijven uit het buitenland. Ja. Dus de grote boys kennen wij natuurlijk wel uit de olieindustrie. We hebben Shell hier, we hebben Total Energy, Petronas. Maar met name voor de maatschappijen die local content willen leveren, zijn die netwerken enorm belangrijk. Ja. Wat ik nog niet heb verteld is ook dat we een exhibition hebben, een tentoonstelling. Oh, ja. Waar de oliemaatschappijen en local content gaan laten zien wat ze kunnen leveren. Mm-hmm. En dus dat, als de buitenlandse deelnemers er zijn, kunnen ze zien wat kan en kunnen ze afspraken maken, het netwerken wat je noemt. Het zal heel belangrijk worden voor hen. Maar is deze exhibition dan ook belangrijk voor de Surinaamse gemeenschap of is het alleen voor de mensen die echt iets te maken hebben met de sector? Ja, het is met name voor mensen die iets te maken hebben met de sector, maar wij vinden het heel belangrijk dat elke burger kan zien hoe het allemaal eruit kan komen te zien. En daarom is die tentoonstelling in principe opengesteld voor elke burger. Je moet je wel registreren, omdat we, natuurlijk, het is niet zoals bij Kamer van Koophandel. Maar dan kan men daar zien hoe complex het is, hoe diep het water is, wat voor trainingen je moet volgen voor je naar het boorplatform gaat. Je moet bijvoorbeeld een oefening doen als een helikopter neerstort, dat je dus je wel kan redden uit de helikopter. En je in veiligheid kan brengen. Dus zijn allemaal dingen die we daar kunnen laten zien. Daar hebben we een soort simulator die we kunnen laten zien. En zo zijn er veel. Als je ziet hoe die boorkop eruit ziet, men denkt het is een klein ding, maar het is een boorkop met diamanten eenheden, omdat het door steen heen moet snijden. Dus het is, het is goed als de Surinamers dat ook zien en kunnen appreciëren dat het niet met een knip van de vinger kan allemaal. En hebben jullie ook replica's van die boorplatforms? Want die zijn... Niemand mag erop. Nee. De president is laatst geweest. Oh, hij is geweest. Oh my god. Want ik wil wel eens een keer een bezoeken. Het schijnt heel indrukwekkend te zijn. We gaan eraan werken. We krijgen dus inderdaad zo'n faciliteit waar je kan trainen hoe je in de veiligheid moet zitten om naar zo'n boorplatform te gaan. Dat is belangrijk. Anders kan je er niet komen. Dus we zullen kijken in de toekomst als we voor de media ook iets kunnen organiseren. Ja. Nou, maar u zegt de voorbereiding, ja, uitverkocht. Dus, maar welke mensen uit, is het voor het Caribisch gebied of is het wereldwijd? De participanten wereldwijd. En vanuit welke landen hebben jullie participanten? Ja. Dus sowieso Suriname en Guyana zijn nu bijna een Siamese tweeling geworden. Ja, toch? Dus altijd krijgen we onze Guyanese vrienden op bezoek. De president van Guyana komt ook op bezoek. De minister van Energie komt op bezoek. Trinidad is natuurlijk ver in de olieindustrie. Die kijken uit naar werk. En op zich hebben we daar geen bezwaar tegen. Zolang ze alweer natuurlijk veel Surinamers in dienst nemen, mogen ze ook hier de local content komen ontwikkelen. Dus dat zijn de belangrijkste deelnemers. We krijgen nu ook de minister van Energie van Ghana op bezoek. Hij heeft al bevestigd. Ook een land waar je prettig mee kan praten. Ook ervaring mee kan uitwisselen. Dus dat vinden we fijn. Ja, want dat dacht ik net van. Er gaat echt heel veel uitwisseling plaatsvinden. Hè? Maar zegt Staatsolie van, we zijn al helemaal ready voor alles wat komt, voor wat betreft die fonds en wanneer die olie echt uit de grond gaat komen. Zegt Staatsolie, we zijn al helemaal ready voor, of ze kunnen nog meer informatie van anderen krijgen daarover? Nee, we hebben dus een netwerk. Ik denk mijn voorganger moeten we crediten ook ervoor. Hij heeft een offshore directoraat opgezet, waar we voldoende know-how hebben om alle plannen die de offshore contractors aan ons voorleggen om ons goed te beoordelen, is belangrijk. We zijn de regulator namens de Surinaamse staat. We willen dus in ieder geval kunnen controleren wat er gebeurt, toch? En uiteenlopend van, is men veilig genoeg bezig? Want als er in de offshore olie gaat lekken, binnen 3 uurtjes is het in Guyana door de Guyana-stroom.
Dus al dat soort zaken moeten wij kunnen, op kunnen klankborden. Ook als ze zeggen, dit reservoir gaan we niet ontwikkelen. Nou, dan moeten wij kunnen zeggen, nee, je gaat het wel ontwikkelen. Want wij zien er wel benefits in. Dus we hebben dat opgebouwd. En waar dat nodig is, zijn we flexibel genoeg om in te spelen. Ik noemde Ghana. We kunnen die mensen nu bellen en zeggen, heb je ervaring hiermee? En zij kunnen ons ook bellen. We hebben laatst ook onze counterpart van Brazilië ontmoet. En het is heel prettig praten met hem, omdat hij... Brazilië heeft een enorme ervaring. Zo kunnen uitleggen hoe ze iets hebben aangepakt. En dus de kleine hiaten, we zijn goed voorbereid. Maar waar er kleine hiaten zijn, vullen we het via dat netwerk op. Ja. Want om terug te komen op dat van dus de olie en de oorlog. Want die prijzen stijgen hier aan de pomp. Dus waarom? Want men blijft zeggen, want we hebben toch een raffinaderij hier, staatsolie produceert olie. Waarom moeten we meer betalen? Ja, in Frans-Guyana kost een liter gasoline €2,50. Dus met de koers, daar praten we over ongeveer 55 SRD. Dus u begrijpt dat aan onze pomp het zwaar wordt gesubsidieerd. Dat is de realiteit van de wereld. Maar om concreet antwoord te geven op uw vraag. De vraag is, los je het op door, laten we zeggen, te gaan subsidiëren. Als we kijken naar Venezuela. Venezuela subsidieerde zwaar de pompprijzen. Op een gegeven moment kostte een liter gasoline goedkoper dan een liter water. En we zien wat er is gebeurd in Venezuela. Dat moeten we denk ik niet doen. Wat je krijgt, en ik noemde Frans-Guyana, waar theoretisch een liter 55 SRD... Maar u begrijpt dat men zegt, hier verdienen we SRD's, geen dollars. Ja, ja. Ja, maar ik wilde dan uitleggen dat je ook smokkel krijgt, toch? Dus dat betekent dat u en ik ook de Frans-Guyanese burger gaan subsidiëren. Dus dat is niet de bedoeling. Staatsolie is, en daarom heb ik even... Goed gezegd dat staatsolie per maand nu 250 miljoen SRD overmaakt. Wij zijn er een voorstander van dat de overheid dat herverdeelt naar de mensen die het nodig hebben. Dus ook in de brandstofsfeer, als mensen brandstof niet kunnen betalen, dat de overheid ervoor zorgt dat die subjecten die het niet kunnen betalen het krijgen. Want ik, die wel mijn brandstof kan betalen, moet je niet subsidiëren. Maar als je een algemene objectsubsidie hebt, dan gebeurt dat wel. Dus wij zijn er voorstander van dat die overheid, en ik denk dat u direct eens zal zijn, ons openbaar vervoer heeft echt een bus nodig. Want ik kan niet verwachten dat mensen €3 moeten wachten op een bus. En 9 uur 's avonds als de verpleegster naar huis moet, dat er geen enkele bus rijdt, dan moet die mevrouw met de auto gaan. En daar is er een job weggelegd voor de overheid, want dat kan transport goedkoper maken. Want in een bus kost het veel goedkoper natuurlijk met zijn 25e, in plaats van in je eentje in de auto. Dus wij zijn geen voorstander van subsidie, maar we willen liever dat geld aan de overheid geven, zodat ze de subjecten die het moeilijk hebben, kunnen subsidiëren. Maar straks... Met een heleboel mensen, want u weet, de middenklas is een beetje weggevallen. Toch? Je hebt daar een... Dus op een gegeven moment, zelf mensen die redelijk verdienen, vinden het toch. En als je praat over straks, dat die gaat blijven stijgen misschien. En we praten over 50 en dat soort dingen. Dan krijg je wel een hele andere situatie. Nee, wat ik heb gezien dat de overheid heeft gedaan, is het ze subsidiëren inderdaad die prijs om, laten we zeggen, niet naar 50 te laten gaan. En we denken dat het wel in deze buurt kan blijven. En met name hebben wij gezegd, overheid, we betalen zoveel aan jullie. Jullie bepalen wat jullie ermee doen. En zorg ervoor, denk ik, zeggen ze tegen zichzelf, zorg ervoor dat het ook niet te excessief wordt. Wat ik heb begrepen is ook zelfs het IMF heeft gezegd van, ja, we begrepen wel, met die oorlog gaat die prijs echt de pan uit. Dus het is prima dat je de mensen een beetje tegemoet komt. En dat doet de overheid. Zo? Dat is de first one. Meestal praat IMF. Die zegt, schaf alle subsidies af.
Maar de staatsolie heeft geen andere keus. Die moet ook zo een prijs hanteren aan de pomp. Ja. We hebben natuurlijk ook lenders die vragen ook dat we op armslengte, betekent dat we zeggen eigenlijk dat we tegen de beste prijs verkopen. Mm-hmm. Als ik het in het buitenland kan verkopen voor een bepaalde prijs, wil de leningsovereenkomst ook niet dat je het gaat subsidiëren. Ja. Maar ik mag u zeggen, subsidie is het begin van... Ik mag wel heel hard zeggen, het einde. Als je begint met subsidiëren, kom je er nooit meer vanaf. Maar mensen raken daar gewoon aan en willen er niet vanaf. Op het moment dat je dan een actie onderneemt om het niet te doen, heb je de grootste problemen. Wij van Staatsolie zijn er voorstander van dat die middenklasse terugkomt. Mm-hmm. En dat mensen zelf kunnen beslissen op basis van de prijzen wat ze doen. Gaan ze liever op reis? Hebben ze liever een mooie auto? Laat het openbaar vervoer ook beter zijn. Heb je de keuze tussen met de auto of met het openbare vervoer. Maar die middenklasse moet terug zijn. Ja. U moet niet afhankelijk zijn van een voedselpakket in Suriname. Want dan gaan mensen ook iets terug verwachten. En dat hoeft niet, want u kunt een middenklasser zijn die zelf beslist wat u doet. En niemand hoeft u iets voor. Ik niet ga zomaar chillen met mijn auto, maar dat ik het goed effectief gebruik. Want ik moet die benzine kunnen betalen. Nou, dus 28 juni hebben we dus die summit. En er komt ook een spin-off effect voor local taxi, alles. Ja, toch? Want er komen veel buitenlanders. Die. Mm-hmm. Ik las een artikel van de directeur van Marriott, dacht ik. Die namens, dacht ik, de alle hotels heeft gesproken. Mm-hmm. En alles zit vol. Mm. Borden vol. Ja. Dat is mooi. Alle hotels zitten vol. De taxis gaan natuurlijk ook vol rijden. Ja, en de restaurants. Ja, en de restaurants. En ik schep altijd op voor het Surinaamse goud. Mm. Want ik ben van mening dat men praat altijd over Dubai, toch? Als, daar is de plek waar je goud moet kopen. Maar ik denk dat de echte plek Suriname is. Dus iedereen moet maar zijn waar aanprijzen, zodat we die spin-off daar krijgen. En na de conferentie hopen we dat dus de mensen blijven komen en dat het druk blijft in Suriname. Dat wilde ik net vragen. Wat verwacht u aan het eind? Wat moet het eindresultaat on the long run zijn van Suriname? Ja, dus we zeiden dat die local content partners met elkaar in contact komen. En dan hopen we dat er dan meerdere mensen iedere keer komen om afspraken te maken. En dat het gewoon drukker wordt in het land. Het is al drukker, want ik kwam recent terug uit het buitenland en het vliegtuig zat propvol. Ook met toeristen. Oh. Ja, met diaspora toeristen. Mooi. Ja. Dat hebben we nodig. Ja, dat hebben we nodig. Ja. Maar één laatste punt is dat er nu geklaagd wordt over brain drain. Hè? En dat echt de deskundigen wegtrekken. Wordt Staatsolie ook daarmee geconfronteerd? Want nu Guyana, fondsen, andere landen. Ja, helaas wel, mevrouw Boetjes. We hebben een aantal jonge mensen verloren die niet naar Guyana zijn gegaan, maar naar Nederland. Oh. Ja, met name Europa. Wat zijn ze daar gaan doen? Is het ook die oilsector daar is? Aanbiedingen gehad en natuurlijk echtgenoot en echtgenoten spelen soms ook een belangrijke rol in de beslissingen. Ja. Opgroeiende kinderen van een bepaalde leeftijd waar men misschien wat minder vertrouwen nu heeft in het schoolsysteem van Suriname. Het zijn allemaal zaken die spelen. Maar we hebben als Staatsolie gezegd dat wij als de leadership van het bedrijf is ook belangrijk om die skills, om iedere keer een nieuw persoon te ontwikkelen. Dat het ook belangrijk is dat je die skill houdt. En dat we zeggen als een veelbelovende jongeman of jonge vrouw weggaat, dat je dus dan maar de volgende veelbelovende jonge vrouw of jonge man moet opleiden. En dat systeem gaan we toepassen. We zijn inderdaad, ik denk toch wel een 3 of 4 hele goede mensen zijn we kwijtgeraakt. Inderdaad. Dus we duimen dat Suriname inderdaad snel weer er bovenop komt en dat die middenklasse terugkomt. Ja. Zodat de dat mensen is ook probleem, hè? Dat vertrouwen krijgen. Ja. Ja. Want sommige mensen zeggen, je hebt misschien een goede of redelijke baan, je verdient goed, maar toch lijkt het alsof je niet uitkomt. Ja,
Ik denk als je bij staatsolie werkt, moeten we eerlijk zijn, dan zal je wel uitkomen. Maar er zijn natuurlijk altijd wat aantrekkingen die belangrijk zijn. En een van de dingen is, dat hebben we meegemaakt, dat mensen zeggen, mijn kinderen moeten nu naar de middelbare school en ik wil dat niet in Suriname. Of naar de universiteit en ik wil dat niet in Suriname. Sommige mensen kiezen ervoor om bij de kinderen ook te zijn. Toch? Mijn kinderen zijn ook gaan studeren. Het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk om ze een hele tijd niet te zien. Dus ja, het zijn ook soms overwegingen. Kinderen, waarom zijn ze niet in Suriname gebleven om te studeren? Waarom zijn ze niet in Suriname gebleven? Dat is een hele goede vraag. Ook omdat we dachten dat die exposure belangrijk was. Ik heb zelf ook in Nederland gestudeerd. En ik was heel ingetogen. Maar je leert om mondig te zijn. Je kijkt toch een beetje anders naar zaken in het buitenland. Maar ik ben het helemaal met u eens. Laten we dat niveau ook brengen naar die Surinaamse universiteiten en de Surinaamse hogescholen. Zodat diezelfde dynamiek in de mensen kan komen via onze scholen. Omdat er geen noodzaak is dat de mensen hun kinderen naar het buitenland moeten. Absoluut. Nou, geweldig. Nou, ik moet u bedanken voor de informatie tot nu toe verstrekt. In het algemeen, horen we nu dat het goed gaat met staatsolie? Geen verbeterpunten? Nee, het gaat heel goed met staatsolie. En natuurlijk de grote vruchten liggen in de offshore. En daar gaan we samen met Total en Apache dat verder ontwikkelen. Andere maatschappijen zoeken ook naar olie. Apache is ook aan het boren in blok 53. Op dit ogenblik hebben ze een bron geboord, de Rasper 1. Dan gaan ze naar Baga 1. Dus back-to-back gaan ze boren. Shell gaat in juli beginnen met hun bron, Sanderij 1, in de offshore. Dus het is lekker spannend en druk. We kijken ook naar renewable, dus we zijn bezig met een voorbereiding voor een groot solar project, zonne-energieproject. Dat zullen we binnenkort ook ontwikkelen en met de overheid gaan praten hoe we dat kunnen uitvoeren. Dus plannen zat. Jullie planning loopt dat? Want jullie hadden zo een... Oh ja, een strategisch plan. Ja. We hebben nu een strategisch plan dat uitkijkt tot 2040. Maar we plannen voor tot en met 2026. Want in die olieindustrie verandert er zoveel en zo vaak dat je toch regelmatig om de 2 jaar reviewt en dan schuift het weer 2 jaar verder. Dus dat hebben we nu. Ik was vanmorgen in 2 sessies met het personeel om te praten over dit plan. Dus het personeel wordt ook goed op de hoogte gehouden en ze gaan mee. Want we horen nooit dat de bond bij staatsolie klaagt. Ja, ja. We hebben goede samenwerking met de bond. Ja. Nou, meneer Jagisser, heel hartelijk bedankt voor de informatie. We zijn blij, want vroeger hadden we het, als we over SLM spraken, zeiden we onze national carry, ons trots. Maar staatsolie is, hoe zeggen we dat weer, bouwen. Op eigen kunnen. Vertrouwen in eigen kunnen. En dat bleek helemaal bij staatsolie. Helemaal. En we kijken uit naar nog meer bedrijven die dat ook kunnen zeggen. Absoluut. Ja. Wat zegt u tot slot tegen de samenleving en ook tegen de mensen in de onderwatergelopen gebieden? Wat is uw boodschap? Ja, de mensen in de onderwatergelopen gebieden kunnen op ons rekenen. Staatsolie is daar. Als er noden zijn, geef het aan de NCCR door. En staatsolie zit achter hun. En gaat zorgen ervoor dat de noden worden geledigd. En we hebben al besloten om nu directer met de mensen te communiceren. En dat gaat ook gebeuren. Ten aanzien van de toekomst van Suriname, het ziet er goed uit. Ik begrijp dat u ongeduldig bent en zit te wachten op die toekomst. Maar het komt eraan. We hebben genoeg reserves nu. Dus die ontwikkelingen gaan ineens in een snel treinvaart komen. En het eerste waar u het gaat merken is een geweldige conferentie hier, waar alle hotelkamers vol zitten en het VAT natuurlijk en uitgangscentrum, ik mag geen reclame maken, vol zal zitten en ook de economie zal helpen op te klimmen. Geweldig. Dank u wel en heel veel succes. Graag gedaan. Kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van dit heel interessant gesprek met de directeur van staatsolie, de heer Anand Jagisser. U heeft het gehoord.
staatsolie die komt in en laat de mensen die nu slachtoffer zijn van de onderwater gelopen gebieden daar in Brokopondo, die laat ze niet in de steek. En dat merken we, dat staatsolie steeds on point blijft en in no contact met NCCR helpt om die noden daar te lenigen. En die Oil and Gas Summit, die is er aan het eind van deze maand, 28 juni. Dus daar moeten we met z'n allen er naar uitkijken. Want het zal in elk geval Suriname echt op de kaarten van verschillende landen plaatsen. En dat hebben we nodig. Maar u gaat niet weg, want zometeen kom ik in het tweede deel een gesprek met de heer Steven Brug. Die van plan is om een inzamelingsactie te houden voor de mensen van Brokopondo en de andere gebieden die onder water zijn gelopen. Hij wil in na 5 weken 2,5 miljoen SRD ophalen om de noden van de mensen te lenigen. Nou, dus dat ziet u zo meteen. Ik zit hier met meneer Steven Brug. Die heeft aangegeven zich de situatie die zich nu voordoet in het binnenland zeer aan te trekken. Maar laat ons eerst kennis maken met wie is meneer Steven Brug? Wat doet u? Ik zit van origine in het toerisme en breng daarbij gasten vanuit Nederland naar Suriname om te genieten van ons mooie land. Dat is mijn core business. Maar helaas hebben we te maken gehad met onze hele vervelende vriend, meneer of mevrouw COVID. Ik weet niet of het een hij of een zij is. Laten we zeggen dat het een het is. En waardoor we 2 jaar lang geen toeristen konden brengen naar Suriname. U heeft dus een bureau of... Een toeristenbureau, een toeroperatorsbedrijf. Genaamd? Exotische Reizen Suriname. Oké. Okay. Ja. Dat zegt het al. Dat zegt het al voor ons mooie Suriname. Oké, dus door COVID kon u 2 jaar niet, maar nu heeft u dat weer opgepakt. Ik heb dat kunnen oppakken, maar wel poepje patou, heel klein beetje, omdat alles weer op gang moet komen. Ik had in het voorjaar slechts 4 groepen, en waarvan een wandelreis. Nou, die wandelreis is eigenlijk meer de aanzet geweest tot het punt waar ik nu ben om voor het Brokopondo gebied iets te doen. Want het was gekoppeld aan de AVD van Suriname. En die ging ook niet door dit jaar. Ja. En omdat die niet doorging, heb ik een alternatieve AVD georganiseerd. Voor die 10 toeristen die zich hadden aangemeld voor die wandelreis. Wel op de exactezelfde dagen zoals het de AVD gehouden zou worden. Ja. En de laatste dag valt altijd op een zaterdag. En zaterdag is extra spang, extra leuk, extra druk. Heb ik bedacht, hoe kan ik het voor de toeristen, die 10 toeristen, extra leuk maken die zaterdag. Ben ik ruim van tevoren naar locaties gaan uitkijken. Een van de locaties waar ik op gestuurd ben is in Kommerwijnen geweest, op de plantages. Dus ik ben een route gaan uitzetten en tijdens het uitstippelen van de routes kwam ik bij kinderhuis Zoekdaam te Alkmaar. Raakte een gesprek met de directeur en ik vond het, ja, het was erg aangrijpend. En toen heb ik ter plekke beloofd, weet je wat mevrouw, ik ga de... Die laatste dag koppelen voor het goede doel ten bate van kinderhuis Zoekdaam. Zo is het gegaan. Uiteindelijk hebben we 30.600 SD kunnen ophalen. Eindbedrag. Dat is vorige week zaterdag overhandigd aan de directeur van het kinderhuis. In aanwezigheid van TV ATV, TV Apinti, TV STVS en schrijvende pers. Okay. En natuurlijk het aanwezige publiek. Ja. Het waren voornamelijk mensen. Maar hoe heeft u dat geld ingezameld? De inschrijving voor het event, dat was 100 SED. Okay. En van die 100 SED ging 30 al rechtstreeks naar het kinderhuis. Ja. We hebben sponsoren benaderd om aan te vullen. Zodoende is het geld bij elkaar gebracht. Donateurs. En dat heeft gemaakt dat we die 30... En het is ook aangevuld door de president... Die heeft de helft bijgepast. Ik had de president uitgedaagd. Mm-hmm. En hij is die uitdaging aangegaan en heeft zijn woord gehouden. En de adviseur van de president die bij de uitreiking van de cheque aan het kinderhuis aanwezig was. Dus die heeft ook gehoord wat ik geroepen heb op het podium. Nadat de officiële handelingen gedaan was.
hebben gezegd, ik ga nu 2,5 miljoen SRD binnen 5 weken ophalen voor het rampgebied Brokopondo. Okay. En toen sloot ik mijn ogen en zei, waar begin ik aan? Precies, want nu zit u hier en daarover gaan we praten. Hoe wilt u dat doen? Dat wist ik nog niet toen ik dat riep. Dat wist ik zondag nog niet, de dag daarna. Enig wat ik dacht, migado sam biging. En toen ben ik er beetje bij beetje over gaan nadenken en bedacht, er moet een teleton komen. Er moet van alles gebeuren en het eindplaatje wat ik bedacht heb, en ik praat nu in we, want ik kan het niet alleen trekken. Ik heb wat mensen om me heen verzameld, maar het eindplaatje ziet er, het voorlopige eindplaatje ziet er als volgt uit. 5 districten, Paramaribo, Wanica, Mungo, Nikeri en Brokopondo. Het zijn de 5 gebieden waar we het een en ander willen gaan doen. En het zijn de gebieden waar veel mensen zijn. Mm-hmm. Dat moet je hebben. Ja. Te beginnen in Paramaribo willen we een hele chique gala gaan organiseren voor de upperclass. We willen tafels gaan verkopen. Echt bedragen richting 2000 euro per tafel. Als er 8 personen eraan kunnen, kunnen er maar 6 mensen. Dan gaat het bedrag uiteraard naar beneden. Eten moet fantastisch zijn, de locatie moet fantastisch zijn, alles moet classic zijn. Absoluut top of the bill, want de mensen betalen ergens voor. Maar gala, wat wordt het? Dans, zang, wat is het? In eerste instantie dus eten, dat is dus een gala diner met entertainment. Met bekende gasten vanuit Suriname, bekende artiesten vanuit Suriname, bekende artiesten vanuit Nederland. Waarbij we al toezeggingen hebben uit Nederland. En ik probeer dat te kanaliseren dat zij gratis in Suriname terecht kunnen. Dat ze gratis overnachtingen kunnen krijgen. Ik ben al in gesprek met Torarica onder andere. Die zijn zeer positief. We moeten nog even kijken of het ook echt zo zal zijn. En om hoeveel dagen het gaat, om hoeveel artiesten het gaat. En zo zijn er nog wat andere hotels die we gaan benaderen als het veel artiesten zullen worden. Oké. Het is dus een gala diner waarbij u zegt... Eigenlijk soms geven sponsoren gewoon, maar ze krijgen nu iets ervoor terug. Ze krijgen iets ervoor terug. Ze krijgen een uitstekende maaltijd, een diner voorgeschoteld van topkwaliteit. En daarnaast ook entertainment. En de entertainment zal bestaan uit 2 MC's. 1 vanuit Nederland, 1 vanuit Suriname. 1 is man en de ander is vrouw. Wie, hoe, wat, dat weten we nog niet. Er zijn al... Quintus Ries, die kan ik al verklappen, die heeft interesse om te komen. Denise Janna wil heel graag komen. Allemaal gratis en voor niks. Dat is dus de eerste activiteit. Paramaribo. Oké. Okay. Tweede activiteit, Paramaribo. Ik ga niet het wiel uitvinden. Met kerst was er een prachtige drive-through door de Palmentuin. Nou, dat gaan we herhalen. Maar dan vanaf 's morgens, zodat je de kinderen ook erbij kunt betrekken. En het houdt in dat je misschien iets sprookjesachtig kan doen in de Palmentuin, waar kinderen graag naar willen kijken. En uiteraard zullen papa en mama of wie dan ook, of ooms en tantes, opa en oma, ervoor moeten betalen om door die Palmentuin te kunnen met hun kinderen. En dan rond een bepaalde tijd wordt het omgeswitst voor iets wat meer voor richting volwassenen is, of meer met verlichting, zodat je, maar goed, dat je kan omswitsen voor de ouderen en misschien iets met verlichting. En ook die zullen moeten betalen door de Palmentuin te gaan. Dus daar haal je dus ook geld mee op. Daarnaast, de derde, dat is het paleis. Het paleis moeten DJ's gaan optreden, er moeten entertainment zijn. Er ook daar 2 MC's, ook weer een Nederlander. Een Nederlands persoon, een Surinaams persoon, man, vrouw. En daar kunnen de mensen hun donatie komen doen. Ik zie het al helemaal voor me, een hele lange rij. Tot aan Quatta, bij wijze van spreken. En de mensen willen graag in het paleis, zijn er nog nooit geweest. En dan staat bijvoorbeeld een journalist van de ATV. En die persoon mag dan de groet doen aan papa en mama. En dan snel weer doorlopen, zijn of haar donatie doen. En dan weer doorlopen. En dat is dus live? Dat is allemaal live. Ik heb al aardig wat televisiestations benaderd, radiostations benaderd. Die allemaal eraan willen medewerken, willen meewerken. Het zij met zendtijd, het zij met de live verbinding. En u heeft ook een toezegging voor het paleis? Paleis, daar heb ik morgen een gesprek mee. Het kan zijn met de president zelf en anders met een adviseur. Daar is nog niet helemaal duidelijk wie van de 2, maar morgen is daar een gesprek over. Okay. En dat is
ik wil wel aan toevoegen, ik wil totaal geen geld van de overheid. Ze mogen op het eind mogen ze verdubbelen, vertienvoudigen, maar het belangrijkste is, het moet gebeuren door de burgers. Mm-hmm. Want vandaag is het Brokopondo-gebied, morgen is het Nikeri-gebied, overmorgen is het Albina-gebied en de dag na overmorgen is het Paramaribo, Umjip Makandra. Dus dat zijn de activiteiten? Of is er nog meer? In Paramaribo is dat het voorlopig. We zitten ook te denken aan een grote show. Maar dat is nog niet helemaal op. We zitten ook te denken aan een grote show in Paramaribo, maar daar zijn we nog niet helemaal over uit. En de vraag zal dan zijn, waarom doet u dit? Want we begrijpen het, vele mensen zijn geraakt, het is wateroverlast, de mensen daar. Maar u, neem ik aan, woont in Nederland? Ik woon in Nederland. Dus de vraag is, maar waarom doet hij dit? Milofsrenang. Ik hou van Suriname. Ik ben altijd 6 maanden van het jaar door mijn werk in Suriname. En ik weet het niet. Ik stond op het podium tijdens de overhandiging van het geldbedrag aan Kinderen uit Soedan. Gadutak nangami, na gadumo voor mekaar zo. Dus ik schrok van mezelf toen ik hoorde 2,5 miljoen. Voor het watersnoodgebied. Van tevoren had ik er totaal niet over nagedacht. Mm-hmm. Ik weet het niet. Het is... En u bent zich gaan oriënteren? Ja, dus uiteindelijk bedacht ik me, we zijn gestart met het organiseren ervan. Ik heb veel beelden voorbij zien gaan op televisie, social media, ik heb gelezen in de kranten. Maar het is voor mij allemaal ver voor mijn bedshow. En ik vind als je iets doet, Asamu's gonna use king, vind ik. Je moet er geweest zijn. Dan pas kan je erover praten. Dus ik ben geweest. Nou ja, Mikre. Ik was erg onder de indruk. Pas als je gaat, weet je wat er gebeurt. Oppo kondreman, oppo. Stranangrong ik kari un. Wans ope tata mopo. Wie moest un kondre boom. Onthoudt u dat? U zingt het, uw kinderen zingen dat. Bewerkstellig het en maak het waar, wat u zingt. Het is nodig. Kijkers, met deze oproep van de heer Steven Brug zijn we gekomen aan het eind van In Gesprek Met voor deze week. In het eerste deel zag u me met de directeur van Staatsolie, de heer Anantje Gisser. En we hebben gesproken over de actuele zaken rond Staatsolie, maar vooral ook over die Oil and Gas Summit die aan het eind van deze maand gehouden zal worden. En in het tweede deel de heer Steven Brug, die van plan is een inzamelingsactie te houden voor de mensen die slachtoffer zijn geworden van het feit dat de dorpen onder water zijn gelopen. En als u een bijdrage kan leveren, moet u dat vooral ook doen. Heeft u nog net deze aflevering gemist? De herhaling is morgenavond om 8 uur op kanaal 12.1. Tot volgende week woensdag. Bye bye.